Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar ik weet nog goed wie mij mijn eerste sterke kroegverhaal heeft gegeven. Niet verteld, maar gegeven. Hey, taxi. En dat is een cruciaal verschil. Godverdomme. Kut taxi. Tijdens mijn eerste baantje in de kroeg kwam ik erachter wat dat überhaupt is. Zo'n sterk verhaal. Hij zou toch wel thuis kunnen komen, of niet? Hij woont hier maar 10 minuten vandaan, hè? Het is onze Jos. Die overleeft alles. Maar ik doe dat nou niet. We zijn er aan het tellen. Net als dat verhaal met die beugel. Oh, Bart, leer dat verhaal. Hij had ooit eens een vriendin. En hij had haar zover gekregen om eens mee naar huis te gaan. Nou, zijn huis is als een villa. Dat heeft hij van zijn vader geërfd. Nou, ze zitten daar thuis. En ze begint hem te pijpen. Sneller. Maar ze heeft een beugel. Ambulance! Drie ambulancebroeders die aan zijn pik zitten trekken om hem van zijn wijf te krijgen. Ja, maar het is een baas, jongen, onze Jos. Niet te geloven. En nog steeds hartstikke populair bij de vrouwtjes. Daar heb je ook echt een heel trucendoos voor, hoor. Echt. Lest weer. Die naam dat Jos is ook een vrouwkamp, toch? Was samen met een vriendin van haar op stap. Hond erbij, een golden retriever of zoiets. Dus wat doe je als nou, die vrekt sluwe vos? Die loopt daar even op af en op het moment dat die vrouwtjes niet opletten, hij trekt jouw camera uit zijn zak en die maakt een foto's van die hond. En dan begint de truc, hè? Hoe heet die? Pam heet die. Hoe oud is die? 10. Dat meen je niet? Ja. Ach, ik ben een schone hond. Ach, ik heb precies dezelfde thuis. Echt schitterend. Kijk maar, hier, foto van. Precies dezelfde hond. En hoe oud is die van jullie dan? Ach, verrekt, die van mij ook. Dat is echt krek hetzelfde. Hoe is het mogelijk, hè? Zo hengelt hij ze binnen, hè? Ja. En dan eerst het vertrouwen winnen van die vriendin, weet wel. En als dat dan gelukt is, dan gaat hij versprooien met degene die hij echt wil. Die avond ging het niet helemaal zoals hij had verwacht. Wat een baas. Ja, dat had ik niet gedacht. Vandaag stond hij nog bij mij bij de garderobe. Met zijn jas stond hij een beetje te maar goed, wat blijkt nou? De mens, dat was dus zo blind als de Belse havenbewaking. Zou ze dat doen? Ja, ik zal ook wel een keer op stap willen. En hoe is dat met jou, jongen, met de vrouwtjes? En al een keer gezoen? Ja. Ja, echt wel. Afgelopen weekend nog. Was echt weer crazy, jongen. Oh, vertel. Ja, ik was dus als jonkie denkt al snel mee te kunnen praten. En toen ben ik gepuikt. Maar waar ervaring ontbreekt, ontbreken de verhalen. Niet meer in de kroeg op het toilet. Op het toilet, ja. Hoe had je dat gedaan, man? Ja, gewoon. Ik stond gewoon te dansen met een biertje en toen kwam er zo'n meske naar me toe en die zei van ja, zal ik je pijpen? Dus ik zei ja, is goed. Zo. Dat is mij nooit overkomen. Nee. Hoe heet ze? Wanda. Ja. Maar die kennen we niet. Dat is een vriendin van mijn zus uit Drenthe, van vakantie. Dus, ja. Ja. Hey, maar even terugkomend op ons Joske. Hè? Ja. Hoe is dat vorige week afgelopen met die zoon? Oh, Joske de derde. Ja. Mogelijk iemand is dat. Jos de derde. Ja, dat is zijn zoon. Jos, mijn vader, dat is een legende. Hé, hey. Godver. Met een taxi. Nou, een beetje een rare kwiebus, maar hij is heel rijk. We zijn gesloten. Hij is heel rijk. Godverdomme, met een taxi is niet gekomen. Niet dat zijn gezin daar iets van terug ziet. Nee, maar ja, die zoon van hem ook, jongen, dat is zijn arge koeker, terwijl we het niet weten. Ja, zo zaten ze laatst bij mij op het terras.
Jos die heeft zelf ook een scheidhekel aan die zoon. Hè? Die vindt hem echt een enorme pannenkoek. Maar toch spreken ze wel eens met elkaar af. Meestal op aandringen van die ex-vrouw van Jos. Want ja, die wil gewoon dat zij contact met elkaar hebben. En meestal wil Jos de derde dan geld van hem lenen. Maar deze keer had Jos zelf een plannetje. En nou nog steeds de groep aan het lezen, pap. Lees alleen de overlijdensberichten. Zal ik jou een veel sterker verhaal vertellen? Die datum die op die krant staat, die klopt helemaal niet, hè? Dus we leven eigenlijk pas in het jaar 1711. Een Duitse historicus is daar vanaf de jaren 80 al mee bezig. En die kan daar archeologisch terugredeneren dat we de grondlagen tussen 614 en 911 missen. En de moderne archeologen proberen dat allemaal een beetje geheim te houden. Dus nou ook besloten wat ik wil doen, pap. Ik weet het. Ik ga een archeologische studie volgen. En daar heb ik 6500 euro voor nodig. Voor het eerste jaar. Het tweede jaar is 4500 euro. Dat schiet toch wel even boven mij, hè, pap? Pap, schiet, kom op, schiet gewoon even boven mij, pap. Pap? Bel dan beloofd. Ja, zo gaan die dingen met Jos. Hij denkt er allemaal niet zo goed over na. Weet jij nog hoe dat af is gelopen met die spoedeisende hulp? Ja, die zoon is meegeweest naar de spoedeisende hulp. Oh echt? Ja. En toen? Ja, die is daar zo irritant en dullul geweest tegen Jos, dat Jos daadwerkelijk daar ter plekke alsnog een hartaanval kreeg. Japan en Rusland houden ons al jaren voor de gek. Alleen maar omdat ze in internationale waters willen vissen en UN-regulaties willen omzeilen. Als je denkt dat Finland echt is en geen fucking oceaan is, dan ben je een schaap. Als je denkt dat NASA en ESA en de overheid niet tegen je liggen, dan ben je fucking schaap, pap. Ik kan er met mijn hoofd niet iets bij. Oh, dat heb ik laatst ook in een film gezien. Ik haat films. Ja, dat was een film en, hoe heet die nou? Nou, maakt ook niet uit. Maar er was in ieder geval een man en een vrouw en die gingen dus samen naar de spoedeisende hulp. Dat was dus in het ziekenhuis, dacht ik. Nee, het waren twee mannen. Nee, het waren twee mannen in het ziekenhuis. Ja. Nee, het is iets anders. Nou, ik weet niet meer precies, maar... Maakten wij maar eens nuttig mogen zeven. Taxi! Taxi met een taxi. Hé Jos, hoe is ie? Jos! Bommen, Jos! Waar? Wat sta je daar nou, man? Bel een ambulance! Jos, geen ambulance. Geen ambulance. Jos! Met een taxi! Nee! Jezus! Taxi, met een taxi! Nee, Jos! Je zit helemaal aan het strand! Mijn telefoon is leeg. Kak!
genomen naar huis. Hé, hey, taxi. Ja, we zullen het toch maar zien. Goeie verhalen, die bedenk je niet. Die krijg je. Ons Joske zorgt ervoor dat iedereen hem hoort. Oh, slentert die voorbij, maakt die meskes blij. Joske hield erbij. See?